Welkom bij de podcast van Defensa. Een podcast met als voornaamste topics weerbaarheid, natuur en menselijke verbinding. Wat ik altijd heb meegekregen van thuis was van oké, je ziet er nu anders uit dan de anderen. Houd er rekening mee dat ik misschien 2 keer zo hard moet werken als iemand anders. Ja, dat wit kindje is hier gewoon. Dat zal altijd een klein stapje voor hebben op jou. Al die Marokkanen, Turken, Zwarte, kruipen allemaal Chinezen. Je hebt de Chinese wijk in Antwerpen. Kruipen allemaal samen. Ja, zoals je zegt, op microniveau heb je al eigenlijk problemen. Waarom kunnen mensen tussen aangezien niet gewoon met hun buur overeenkomen? Geef respect en dan krijg je respect. Beoordeel niet direct iemand zonder dat je die persoon kent. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Defensa podcast. Vandaag heb ik een Glenn Deira bij mij. Zeg ik het goed uit? Correct. Dat is heel goed uitgesproken. Welkom. Welkom. Vandaag gaan we het een beetje hebben over racisme en discriminatie. Voordat we daaraan beginnen, ga ik eerst een beetje een context scheppen, creëren. Want dat is werkt zo polariserend. Een mening op zich werkt al polariserend. Laat staan over racisme en al die buzzwords. In die media zie je er ook heel veel over. Zelfs de politiek doet er ook aan mee. Maar vandaag gaan wij eens gewoon een leuk babbeltje hebben van hoe dat Glenn hier is opgegroeid, zijn ervaringen. En ik ga eerst vragen aan Glenn van zijn voor te stellen, want wij kennen elkaar vrij goed. Ja. Maar de mensen thuis die je nog niet kennen. Nee, die mij nog niet kennen. Wie is Glenn? Wat doet hij in het leven? Glenn Deira is 54 jaar, getrouwd. Woonachtig te Borgerhout. Ik ben vanaf mijn 52 jaar in België. Geboren in Amsterdam. Mijn ouders zijn afkomstig van Suriname naar Nederland gekomen in de jaren in 64. Dus kan ik zeker zeggen, ik ben westers opgevoed. Ja, zeker. En Suriname was een kolonie tot 75 van Nederland. Dus Nederlands was bij ons gebruikelijk om in huis te praten. Oké. Dus, en ik ben vanaf 2017 bij EKMA aangesloten. En ja, ondertussen hebben we ook al een paar levels samen gedaan. Dus daar gaan we het verder niet over hebben. Dat is voor de mensen te ontdekken hier. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ik ben nu wel net op een tweesprong. Ik ga business developer worden bij Sato. Dat is een labelprinters. Dus de totale oplossing. Hola. Dus daarvoor was ik dan bij Telemis. Dat was een medische software voor beeldvorming. Maar dat wordt afgesloten. Dus we gaan ons gewoon focussen. Ja. Oké, veel succes daarin. Ja. Dank u. Goed. Oké. Dat is eigenlijk Glenn in kort. Je spreekt heel mooi Antwerps. Ik wou bijna West-Vlaams zeggen. Ik weet niet waarom. Ja, we zijn maar heel mooi Antwerps. En vrij uniek. En voor de mensen, voor de Nederlandse Surinamer die in Suriname kunnen denken van spreek eens normaal, jongen. Waarschijnlijk wel. Maar het is wel zo, op het moment dat ik over de grens ga naar mijn familie in Nederland, dan doe ik wel eventjes de switch. Ja? Maar als ik in België ben, probeer ik toch Antwerps te praten, omdat je anders heb je al 2 vooroordelen. Ik ben nog altijd Nederlander, maar als ik dan echt Nederlands zou praten en je hebt nog een mooi kleurtje erbij, dan is het voor de mensen soms een beetje verwarrend. Ja. Oké. Okay. Misschien straks, op het laatste zou je dat kunnen ook een switch misschien in een antwoord. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou kijken als ik het kan. Van Antwerps naar direct dan. Oké. Okay. We gaan vandaag het hebben over kleurtjes. Ja. Ik heb een kleurtje, jij hebt een kleurtje. Ja. Afhankelijk van waar dat je woont, is het kleurtje in de meerderheid of in de minderheid? Ja. Vanuit mijn kleurtje kan ik zeggen van dat jij een ander kleurtje hebt, maar jij kan ook zeggen, over mij. Ja, helemaal juist. Die wordt nu rood of die wordt nu paars of whatever. Jij bent hier opgegroeid aan Antwerpen, al van vroege leeftijd. Ja. Ik ga misschien eerst beginnen met, wat is voor jou, wat betekent voor jou discriminatie en het woord racisme? Discriminatie is eigenlijk de algemene term. Ik bedoel, dat kan je hebben over mensen met een andere geaardheid, beperking, kleurtje, zoiets. Maar als je echt zegt van een bepaald ras kan je hebben, dan noem ik het eigenlijk meer racisme. Maar eigenlijk die woorden worden tegenwoordig in de media zo door elkaar verweven, dat eigenlijk niemand niet meer weet hoe of wat.
Want racisme wordt ook gebruikt voor de Hollywood-gemeenschap of discriminatie. Dus ik bedoel, het is zo moeilijk om te zeggen van het is dit of het is dat. Okay. Maar als je dan spreekt, heb je dat ervaren? Ja, zeker heb je dat ervaren. Als je als klein jongetje komt op straat, de eerste ervaring met de blanke medemens was van de oude bommetjes. Oh, die heeft een leuk knoopje haar. Mag ik er eens aankomen? Kroes. En dan wou ze er eens aankomen. Maar ik zit ook niet altijd zomaar in jouw haar te wrijven. Dus als je één keer hebt, okay. Maar als er dat 20 mensen dat doen, dan is dat niet meer zo leuk. Nee. En hij spreekt mooi Nederlands. Oh, zo schattig. Ja, nee, dat vind ik zo. Ja. Dan wordt er eigenlijk aandacht, te veel aandacht gecreëerd op iets en dat klopt precies niet. Nee, zo. Want de enigste zwarte toen wij hier kwamen, die ze echt kenden, waren mensen van Congo. Mm-hmm. Dat was, in mijn tijd was er niet gesproken over echt zwarten, die waren er niet. Ja, dat was negers, dat was, de Jean-Jacques was er nog wel, op de grote markt. Dat is allemaal zo. Allee, nostalgie eigenlijk. Dus we waren een van de eerste die hier waren, die dan nog Nederlands spraken. Dat was echt zo speciaal. Ja. Ja, ik ken jou, dus dat betekent dat ik mag zeggen van dat jij iemand bent die heel veel lacht. En alles heel veel met een humoristisch kantje bekijkt. Was dat toen ook zo bij die ervaring? Of heeft dat jou, zijn er bepaalde dingen die jou geraakt hebben emotioneel? Ik zie dat nu veel minder. Of gewoon wat een invloed hebben gehad op jou? Ja, een invloed hebben gehad. Wat ik altijd heb meegekregen van thuis, was van okay, je ziet er nu anders uit dan de anderen. Houd er rekening mee dat ik misschien twee keer zo hard moet werken als iemand anders. Dat heeft me wel gevormd. Dat ik weet van, als ik ergens voor je wou gaan, dat ik ook niet 100, maar 200% wou gaan. Dus maar dat zal ook zijn bij u. Uw ouders zullen ook gezegd hebben van, manneke, als je iets wilt bereiken in het leven, ga ervoor. Alleen was dat bij mij, voor mijn ouders, iets gemakkelijker aan te duiden van, ja, je hebt een wit kindje, je hebt een zwart kindje. Ja, dat wit kindje is hier gewoon. Dat zal altijd een klein stapje voor hebben op jou. Je moet zorgen dat je er niet gelijk, maar iets beter bent om hetzelfde te kunnen bereiken. Dat is een heel simplistisch uitgelegd, maar daar kwam het eigenlijk op neer. Dat heeft mijn moeder mij altijd geleerd van, als je ergens wilt gaan, moet wel zorgen dat je nog iets beter bent, want anders tel je niet mee. Dat werkt wel heel empowerend. Ik vond dat wel heel knap van je mama dat ze dat zo... Ja, zo heeft mijn mama nog leuke uitspraken gedaan. Nog voordat ik hier kwam trainen, zei mijn moeder altijd tegen mij van, en als ze je pesten of vecht en je moet vechten, je kan het niet halen, bijt maar. Desnoods kom je naar huis, poets je tanden en dat is gedaan. Dus mijn moeder is echt zo een power vrouw. Je zou ze moeten zien. Ik denk dat ze 1,40 meter, 1,45 meter is, maar ja, dat is echt nog altijd een voorbeeld eigenlijk. Amai. Die heeft mij wel gekneed tot de persoon dat ik nu ben. Ja. Enkel jij kan dat vanuit jouw eigen ervaring spreken. Daar klopt ben helemaal. Je niet. Klopt helemaal. Dus we maken geen veralgemening van hoe dat voor iemand anders is dat geweest. Dat kan je zeker niet doen. Mijn volgende vraag was eigenlijk, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Maar ja, je hebt eigenlijk al beantwoord. Ja. Hè? Want jouw mama heeft een heel grote invloed gehad. Ja. Verbaal dan? Ja, verbaal. Ja. Dat was ook mijn voordeel, nu nog altijd, dat ik verbaal heel sterk was. Tot mijn 16 jaar was ik een heel klein, mager, schriel manneke. Ik was altijd de kleinste van de klas, tot het zesde middelbaar. En dan was ik een van de grote. Ik ben nog altijd niet groot, maar als je dat kijkt daarvoor, ik was echt een heel... En dan moest ik eigenlijk me wel verbaal verdedigen, want heel sterk was ik totaal niet. Ja. En zo creëer je zelf eigenlijk meer iets dat je leert jezelf te verdedigen zonder te moeten vechten of slaan. Want ik heb in mijn leven denk ik maar 2 of 3 keer is, maar ik denk nog niet eens zoveel. Nee. Wow. Heb je nog andere ervaringen buiten het feit dat je bijvoorbeeld kind was of zo, ergens? Of dagelijks maak je nog iets mee? Of? Het leukste voorbeeld vind ik nog altijd een half jaar geleden. Ik was zo verstomd dat ik eigenlijk toen niet kon reageren, wat eigenlijk niet gemakkelijk gebeurt. Ik was bij de bakker, ik had besteld. Ik ga wandelen naar huis met mijn pistoletjes. Er komt eentje met zijn fiets naast mij rijden. Die zegt, mag ik even iets vragen? Ik zeg, tuurlijk. Jij spreekt zo mooi Nederlands, hoe komt dat? Ja, dat stond ik echt even met mijn mond vol tanden, omdat ik zoiets heb van, ja... Allee. Voor jou is dat de normaalste zaak. Ja, ik ben niet opgestaan vandaag en zeggen, nu ga ik eventjes Nederlands praten. Nee, zo dacht ik het totaal niet. Maar voor die mensen was het precies heel abnormaal dat ik zo mooi Nederlands sprak. Ja. Dat was
Of Antwerps dan. Hè, in dit geval. Antwerps, ja, misschien is het dat. Hoe kon je zo'n mooi Antwerps accent praten? Ja, ja. Ja. Dus dat was, nee, dat was zo. En dat, ook in de periode dat ik dan nog uitging, discotheken. In een discotheek waar ik jaar en dag kwam. Ik kende de baas kende mij. Ik was een eentje die, ja, maakte nooit problemen. Ik ben een van de gemakkelijkste personen. Maar wel een zware feester. Een zware feester geweest. Ja, dat wel. Maar, dat is met uw neven komt uit Nederland mee en zegt van, kom, we gaan eens samen naar die discotheek. Stond die dag toch al een ander portier. Ik heb de baas moeten erbij halen dat we binnen mochten. Want we waren met drie. En dan, oh, nee. Ik ken jullie niet. Ik zeg, ja, maar ik kom hier elke week. Kom ik hier 1-2 keer per week? Nee, je komt niet binnen. En dan sta je daar eigenlijk met je neven, dat je ze ook het uitgaansleven in België wilt leren kennen. De baas is erbij gekomen, we mochten daar wel binnen. Maar kan je verzekeren, die sfeer is totaal weg. Ja, ja, tuurlijk. Je wilt zeggen, oh... Er wordt niks gezegd, maar eigenlijk weet je waarom. Ja, zoiets. Ja. En dan op den duur, wat creëer je dan eigenlijk? Dat was er in Antwerpen in de tijd de discotheek Funk U. Funk U. Ah, Funk U. Ja, okay. Funk, die, niet wat jij dacht, maar dat zou geblurred worden of gebiept worden. Nee, dat is Funk U, dus de funk, R&B. Oh. Dat was echt van de Tony McKenzie, dat was een zwarte zanger, DJ. Dat gewoon alle zwarte kwamen daar. En dan ging je eigenlijk meer naar die discotheek. Ging je gemakkelijk, omdat je wist van, als ik daar kom, ja, ik ben onder mijn kleurtjes. En dan, waren ook wel blanken, maar de meerderheid waren allemaal zwarte. En dan heb je zoiets van, en dan vraag je de mensen van, ja, integratie. Maar dan kom je eigenlijk op zich, dat je zegt van, ik wil dat vermijden, dat ik sommige discotheek niet meer binnen mag, of niet binnen mag, omdat ik er anders uitzie. En dan word je eigenlijk... Ja, dan word je eigenlijk gedreven naar een discotheek, waar ik van, daar ga ik zeker niet geweigerd worden. Het is ook wel die muziek, hield ik ook wel van. Hè. Het is niet dat ik zeg, ik kan naar iets gaan, ik hou niet van die muziek, maar dan word je ergens naar gedreven om te zeggen van, ga maar naar daar. Dat is hetzelfde als België in Spanje, zeg ik. Je hebt ook zo'n Belgische enclave. Enclave, ja. Maar mensen zien dat niet zo. Ze zeggen, oh, al die Marokkanen, Turken, zwarte, kruipen allemaal Chinezen. Je hebt de Chinese wijk in Antwerpen, kruipen allemaal samen. Maar iedereen zoekt eigenlijk een gelijkgestemde. Dat is ook met gewoon, hè. Ik bedoel... Absoluut, ja. Maar mensen zien dat net zo, ah, die kruipen allemaal samen. Heb jij zelf ooit... Je betrapt op een vooroordeel ten opzichte van iemand met een andere kleur. Of een kleur dat jij of, en dat kan heel onschuldig zijn. Hè? Ja. Dat er nu in je... Ja, ik denk dat iedereen dat heeft. Dat je wel eens betrapt op iets dat je zegt van, eigenlijk feitelijk is dat gek dat ik die allemaal over dezelfde kam wil scheren. Of ik ken die niet. Je hebt er wel een paar vrienden tussen of dit of dat, maar dat je soms toch zegt van... Daar heb ik het moeilijk mee, is een groot woord, maar dat je toch gemakkelijk zegt van, waarom? Omdat die niet passend, dan spreek ik niet over kleur, geaardheid of geloof, maar die passen gewoon niet in de denkwijze die jij hebt. Dus automatisch zeg je al van, met zo iemand kom ik niet overeen. Allee, bij wijze van spreken, ja, voorbeelden kun je niet geven, maar het is gewoon dat je zegt van, je hebt er geen connectie mee. Zoals ze dat antwoord zegt, geen klik mee. Dus ja. Als je dat niet hebt, ja, dan is het al gemakkelijk iemand... Als die nog maar iets verkeerd is, dan zeg je altijd, ja, zie je wel, daarvoor, dat is niet goed. Maar dat werkt vice versa. Dat is die denkwijze dat je heel mooi aanhaalt, hè? Die denkwijze. Dat hoeft niet per se een kleur te zijn of een achternaam. Nee. Dat is, Het is gewoon, als iemand de klik niet heeft, dan vind je gemakkelijker iets om die persoon, bepaalde persoon of gemeenschap of die zin en wat, met de vinger te wijzen, want... Geen die klik niet. Zie je wel? Die zijn niet goed. Nee. Oh, wow. Dat gebeurt eigenlijk op heel, op heel microniveau. Hè. Niet per se op maatschappelijk. Klopt. Maar klopt. Zelfs in families. En nu wat er aan de hand is met alles wat in de wereld. Bij alles in de wereld. En dan zeg je dus echt van... Zoals je zegt, op microniveau heb je al eigenlijk problemen. Hm. Waarom kunnen mensen dus eigenlijk niet gewoon met hun buur overeenkomen... Hm. Die eet mayonaise en ik eet ketchup. Ja. Oh. Of die veegt niet voor zijn stoep. En ik zit elke dag te vegen voor mijn stoep. Al dat vuil van die komt bij mij. Ja. Dat zijn allemaal van die kleine ergernissen. En dat wordt, ja. En dan willen ze dat bij wereldwijd. Allemaal love, peace and harmony. Ja, dat is mooi, die gedachte, maar haalbaar. Ja, want je hebt heel veel buzzwords. Hè. Je hebt, wat heb je daar? Moet ik ze allemaal opnoemen? Ik kan er een paar noemen. White privilege en BLM.
Ja. Wat heb jij daarover te zeggen? Vooral die, hoe sta jij daarin? Want, ja. Ja, kijk, ik bedoel, je kan best zo een beweging afbreken. Dus ik zou kunnen zeggen, white privilege, wow, bullshit, dit en dat. Dat kan ik zeggen. Of Black Lives Matter, wow, dat is niet goed. Maar het is altijd gemakkelijk om iets af te breken, maar je moet het zelf ervaren hebben. Het mooiste voorbeeld vind ik, ik heb de dingen gezien van die reportage, nu ben ik het eventjes kwijt, met de voetballers allemaal. Dat was een canvas reportage, misschien kom ik er zo meteen nog op. Daar ging het echt over van het racisme in het voetbal. De apengeluiden in het stadion, dat sommigen ook altijd met de voeten, oh, kan je dat niet meer zo oud is, omdat die dan een andere autonomie hebben dan de anderen, dan zeggen we, oh nee, dat kan niet. En dan zeg ik van, ik vind dat goed tussenhouden dat die bewegingen zijn, maar dan kom je weer in extreme. En als je in extreme komt, dat vind ik nooit goed. Ja. Je moet gewoon gematigd kunnen zijn, want te links, te rechts, dat is nooit goed. Mm-hmm. Je moet proberen in het midden te zitten, maar dat is vrij moeilijk. Want ik zeg het, je kan iets afbreken, maar je hebt het nooit meegemaakt. Bijvoorbeeld als het tegen u zou zeggen, oh manneke, uw haar moet altijd kort zijn en jij loopt met lang haar rond. En ze zouden u echt verplichten om uw haar af te scheren. Ja, dan zou je op de deur ook een dichtgoed krijgen tegen die mensen. Zonder dat je echt... En dan zeggen ze van, ja, allee, er is hij gaat weer protesteren van lang haar te willen hebben. Nee, allee, ik bedoel, dat is ook het nadeel met al die acties. Op de nu hebben de mensen in hun buik ervan vol. Ja. En dan mis je eigenlijk de echte... Ja, voilà, de boodschap. Dat mis je dan. En dat is de kern. Dat is de kern wat je zegt. Ja. Mensen beginnen een boodschap te missen. En dan zeggen ze, oh, daar hebben ze weer. Oh, ze gaan weer knielen. Oh, ze steken een vuistje weer in de lucht. Ja, oké. Okay. Maar als je altijd tegen bepaalde vooroordelen hebt moeten knokken, kan ik me wel voorstellen dat je dan eens blij bent dat je niet alleen op die brest, de kade staat. Dat er ook een paar anderen naast u staan. En allee, dat is de reden waarom die beweging weer tot zijn leven is gekomen. Ja. Maar dat hadden vroeger ook nog de Black Panthers en weet ik wat allemaal. Ja. Allee, dat keurt er ook niet goed. Maar, ja. Dat is allemaal extreem. Ja, dan zit het te ver uit elkaar. Ja, ja, ja. Maar ik vind, met iedereen moet je eigenlijk over een bepaalde mening kunnen praten. Als jij tegen mij zegt van, Glenn, uw kleurtje, waarom dit of dat, moeten we er over praten. Niet wat ik denk is juist, of wat jij denkt is juist, we moeten elkaar kunnen vinden. En dat mis ik eigenlijk. Dat sommige mensen al direct beginnen, nog voordat iemand de reden zegt waarom hij bepaalde acties wil doen, oh, de reden ze weer. Nee, zo werkt het niet. Dan denk je dat we dit gesprek hebben, gewoon allemaal luchtig van, ja, dat we ja. Even, wow, relax mensen, oké, het kan heel heftig zijn en racisme en whatever en discriminatie, dat zijn heel leuk. En die uitsluiting, laten we het noemen met uitsluiting, en dat echt niet leuk is. Nee. Zeker niet als kind, dan zijn je daar niet weerbaar tegen. Nee, maar het gehoord nergens bij, tussen aanhalingstekens. Het leukste voorbeeld is nog altijd, omdat ik vroeger ook nog echt Nederlands sprak, was ik hier de Nederlander, en dan ging ik over de grens, was ik de Belg, want het was niet echt met Nederlands. Oh. Nederlands, dus voor mijn familie was ik weer de Belg. Ja, daar heb je de Belgjes weer. En terwijl... daar hoorde precies nergens bij. En dat is eigenlijk iets heel... Pas op, ik ben hier niet getraumatiseerd. Ik ga je niet op de bank beginnen weten of zo. Nee, maar dat zijn allemaal zaken dat je zegt van... Dat vormt je wel tot wie je nu bent. Ja. En daarvoor moet ik eigenlijk wel dankbaar zijn tegen al die mensen die altijd tussen alles in het verleden mij hebben tegen willen werken of dit of dat. Daar maak ik me sterk van en dan haal je nu, pluk ik nu de vruchten van. Ja. Nu heb je zoiets van, ik heb de brede rug. Maar mocht maar... Be there, not that. So what? Je hebt ook basket gespeeld. Ja, klopt. Sport. Hè? Ja. Dat wordt ook in de media vaak tussen elkaar gehaald. Sport, racisme, ouders. Ja. Heb je daar iets over te vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Eigenlijk ben ik laat begonnen bij in een club aan te sluiten. Ik begin met, op 16 jaar in een club te basketten. Was hier in het Antwerps was dat nog. Daarna is dat Zuiders geworden. En heb ik dan eerst provinciaal eventjes gespeeld. Dan heb ik ook nog helemaal de provinciale reeks doorlopen. Ik heb ook daar gecoacht. En dan kom ik eigenlijk terug op het feit dat ik daar ooit heb tussen alles last heb gehad of een vechtpartijtje. Dat is dan eigenlijk op het basketbalterrein geweest. Dat is omdat... Dus, een jongen liep voor mij. Ja, het was die jongen liep voor mij... Ik heb die niet geraakt, die struikelt over zijn eigen voeten. Maar die vader zat in de tribune en die komt van de tribune naar beneden om mij te... Want ja,
die smart had ze de zoon toch wel even onderuit gehaald. Die man kwam tot bij mij, maar voordat hij bij mij was, had ik hem al een linksje gegeven. Zwart, niet iets om er trots op te zijn, maar ik wou zeggen, die moest mij niet komen raken. En normaal gezien, als je vecht op het terrein, word je uitgesloten. Ik mocht gewoon van mijn wedstrijd verder uitspelen, want de scheidsrechter zag ook wat de reden was. Dus niet, ik ben niet zomaar beginnen vechten, maar het was gewoon, als iemand als een raal op je komt afgestormd, ja, kun je nog wel zeggen, ik kasseer. Oftewel ik, ja. Ofwel zou je sneller bent. Dus daarvoor moest je naar de Krambaga komen voor dat te weten. Nee, dat weet je wat je bedoelt in dat geval. Dat heb je ook gehad. Hè. In het begin was je dan een van de weinigen, want ik was dan nog Nederlander. Dus het probleem was dat ik dan in de eerste provinciaal was speelde, was ik zo zeg, Euro-Belg. Dat mocht je ook niet zomaar opgesteld worden in de eerste ploeg. Dus eigenlijk was je... Ah, wow. Ja, okay. Ja. Dus eigenlijk dat weten we, de jonge generatie weet dat zelfs. Nee, tot nu was dat iets vanzelfsprekend dat je Europese nationaliteit had, mocht je gewoon spelen. Daar was het van, als ze u wou opstellen, moesten ze aan de bond betalen dat je mocht spelen. Dus eigenlijk, als je een dure vogel, een dure speelvogel. Ja, of dan zeiden ze van op die wedstrijd, sommige wedstrijden, nou, beter niet opstellen. Want dus eigenlijk, om het goed te stellen, werd je progressie soms te tegenhouden door de bond. En om gewoon om het feit omdat je... Omdat ik Nederlander was. Dus, geen Belg. Dus geen Belg. Euro-Belg. Ja, Euro-Belg. Ja, want je moest dus echt dan zorgen, ofwel dat je allemaal Belgen, en als je een Euro-speler had, moest je ervoor extra betalen die mee in je eerste ploeg mocht spelen. Ja, dat is eerst een klas discriminatie, hè? Ja, het was eerste provinciaal, hè? Dat was nog niet eens over eerste klas, hè? Want eerste klas mocht je dan al Amerikanen, maar dan lagere reeks was dat, ja, was je zogezegd een veel betere speler. En dan moesten ze... Nee, dus... Ja, dat is... Ja, speciaal. Je kunt daar waarschijnlijk ook heel veel over vertellen. Ja, ik kan ook heel veel verhalen over vertellen. Maar dat gaan we ons helemaal afleiden. Heb je één moment gehad dat je echt zoiets... een van de ergste momenten hebt meegemaakt van... toen je naar de bakker ging en iemand zei tegen jou, oh, jij kan goed. Vond je een van de ergste momenten? Of? Ja, het ergste heb ik zo wat verteld, dat vond ik toen met mijn neef naar de discotheek, omdat je dan echt zoiets hebt van, in deze tijd, ik heb bij wijze van spreken mee de discotheek mee gesponsord, met ik had er veel uit. En dat je dan eigenlijk dus alles wat gezichtsverlies hebt met je neef, want je denkt van, ik neem jullie mee naar daar, dat is er tof, dat is er leuk. En we mogen nog niet eens binnen. Daarna mochten we wel binnen, maar dan... Nee. Ja. Dat vond ik al heel erg. En dan ook werkgerelateerd. Toen deed ik nog verzekeringen. Dat je dan bij de persoon thuis te komen, de particuliere, bel aan. Die mevrouw doet de deur open. Paf, direct die deur terug dicht. Ik kwam zo nog eens kijken. Ik zei, ja zeg, we hadden een afspraak gemaakt. Dat is echt erg. We hebben een afspraak gemaakt. Ja, dat ja. Dat is echt erg. Ja, maar ja. Dat kan ik niet weten, want als ik je hoor aan de telefoon, wist ik niet dat je er zo uitzag. Nee, oké. Okay. Dan nog voorstel, je zat echt toen nog in ja, pak en das. In die das heb ik al lang achterwege gehad, maar ik stond altijd in mijn pak. Ja. Maar dan stond je er zo aan die deur. Ja, zelfs je hoofd was krijgen soms meer de kans om iets door uit te leggen. En dat was bij mij direct van, nee, deurtje dicht en we gaan weg blijven. Je hebt echt een rug gevormd in de zin van die mentale weerbaarheid. Ja. Je hebt dat echt gevormd. Dat moet je wel, want anders... als je dat allemaal gaat meedragen of mee... Dan zou ik elke dag in een hoekje liggen wenen en ik zou nergens buiten komen. En nu is zijn hier terechtgekomen in de European Kramaga Academy. Ja. En hier wordt dat voortreffelijk gedaan in de zin van iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Als je gewoon respect toont... Ja. En dat is dan mijn mini-boodschap. Maar wat is jouw boodschap omtrent al die zever van rassen en kleuren? Ja. Mijn boodschap is eigenlijk heel simpel. Leven en laten leven. Dat vind ik nog altijd. We zitten met x-aantal miljoen personen of miljard personen op deze wereld. We zullen niet met iedereen dezelfde deur kunnen gaan. Maar maak iemand anders het leven ook niet moeilijk. Daar heb je niks aan. Dat je gewoon mensen gaat tegenwerken omdat ze tussenhuis anders zijn of anders denken. Zo wat. Mm-hmm. Laat iedereen in het zijn of zijn wezen. Zolang dat die jouw persoon jou niet... Ja, geef respect en dan krijg je respect. Ja, absoluut. Dat vind ik nog altijd de boodschap. Want voor de rest... Dit is gewoon, geniet van het leven.
Ja, maar ze zat ook de Luc, hè, die gepraat had in de vorige aflevering over toxische wezen, die zei ook van, have a great life. En, ja. En jij zegt juist hetzelfde. Ja, dus, mannen boven de 50, die zeggen het allemaal hetzelfde. Ja, we zijn van hetzelfde jaar trouwens. Ah, ja. Dus ja. Ja. Ja, we zijn hetzelfde jaar, dus we zullen waarschijnlijk hetzelfde denken. Allee, denken misschien niet helemaal, maar ja. Dat zou wel interessant, ook een heel interessant gesprek zijn. Jullie twee samen naast elkaar, want jullie zijn dan naar de mainstream buitenwereld of zoiets, ik weet niet of ik dat moet verwoorden, zijn jullie totaal tegenovergestelde. Hij is kaal. Ja, kaal, hij is blank, heeft een baard, hij is een beetje overgewicht, hij heeft... Zegt zijn mening, is direct. Ja, moet en ook, jij ja. bent het omgekeerde. Je hebt het omgekeerde kleurtje van, jij bent iets bruiner. Ja. Dan zou je Johan er ook nog kunnen bij zitten, ook hetzelfde jaar. Ja, oh my. dat gaat een goed gesprek worden. Ja. Ja. Laatste vraag. Ja. Sowieso wil ik je bedanken om hier te komen. Wat voor raad zou jij, tips, raad, zou jij aan je 18-jarige zelf geven met de kennis die je nu bezit. Wat zou je zeggen tegen Glenn? Glenn op 8 jaar. 18. 18? Ja. Oeh. Op 18. Wat zou je zeggen? Hoe bezig? Of meer naar de meisjes kijken? Of ik zeg maar iets. Meer naar de discotheek gaan? Of meer sporten? Dat zou ik misschien zeggen. Misschien niet meer sporten. Maar misschien toch eerst verder studeren. Ik zal het misschien heel kort schetsen. Ik ben wel echt niet gestopt met school. Daarna heb ik wel mijn bachelor gehad in verzekeringsmakelaar. Maar misschien op dat moment had ik gewoon moeten... Maar ik was gewoon moe, dus... Dan moet je keuzes maken. Okay. Maar dan had ik misschien dat gezegd. Maar voor de rest, denk dat ik... Ik heb genoten, geleefd zoals ik zou willen. Ja, ik zou niet zeggen dat ik... Nu wil ik toch niet morgen doodvallen, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, ik heb wel het leven geproefd. En dat wil ik, dat zou ik zeggen. Cool. Ja. Heb je nog een finale boodschap of iets van... Misschien de finale boodschap zou echt zijn van... Ja, dus ik zeg respect geven om respect te krijgen. Maar misschien ook van... beoordeel niet direct iemand zonder dat je die persoon kent. Of het zijn weer allemaal die, of het zijn allemaal zus, of het zijn allemaal weer zo. Nee. En dan stop ook tegen mensen denken van... Ja, het zijn allemaal slechte, maar jij bent een goeie. Nee. Daar heb ik geen boodschap aan. Dat is direct gaan categoriseren. En eigenlijk wel. Want je hebt al direct een idee gevormd over een bepaalde ras of gemeenschap. Of dit maakt niet uit. En dan zou je toch zeggen, ja, maar er zitten toch een paar goeie tussen. Ja, dat is bij iedereen zo. Hè. Allee, als ik dan pak in mijn standpunt, er zijn ook blanken die goed en slecht zijn. Dus dan zeggen, maar moet ik dan zeggen van alle blanken zijn slecht? Dan zou ik een probleem mee hebben. Dan zijn we hier in de problemen, ja, maar je bent nu in de minderheid. Maar niet voor lang meer. Ik was hier met. Allee, blijf gewoon jezelf in jezelf trouwen. Okay. Maak het niet te gek. Voilà, prachtige woorden. Dank om dat gewoon te verwoorden. Ja, niet met allemaal buzzwords en studies van een. Nee, daar hebben we niks aan. Nee, voilà. Gewoon. Oké. Okay. Dank, Glenn, voor te komen. Sergej, graag gedaan. En we zien elkaar sowieso de beach volgende day. Op de training ook en op de beach day. Niet op de combat, dat gaan we nog niet doen. Nee, combat gaan we nog niet doen. Nee. Oké, okay, voor jullie thuis, mensen, bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren. En tot de volgende podcastaflevering. Ciao.